Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten noemen overleg en monitoring cruciaal bij de invoering van het crisis- en herstelplan door de regering. VSB-directeur Malti Dwarkasing zegt dat dit de sleutelwoorden zijn voor een succesvolle uitwerking. Want wanneer maatregelen worden genomen, moet dat echte overleg worden gevoerd met alle sociale partners binnen die samenleving. En we moeten dus echt samen aan tafel gaan zitten en kijken van waar maatregelen misschien moeten worden aangepast gedurende de implementatie van het plan. Aan de andere kant vinden we het ook heel goed, heel belangrijk tenminste, dat het plan goed gemonitord wordt. We gaan ervan uit als IMF mee gaat doen aan het plan, ons gaat ondersteunen dat zij ook zelf gaan monitoren. Maar we denken dat het ook erg belangrijk is dat Suriname met de stakeholders van die samenleving ook zelf monitoring uitvoert in samenwerking met de overheid. Dwarkasing twijfelt er niet aan dat het plan zal leiden tot groei van de economie. De organisaties hebben in hun schriftelijk commentaar aan de regering ook enkele voorstellen gedaan. Ze gaat er echter niet aan voorbij dat er strenge maatregelen genomen zullen moeten worden. En we verwachten dus ook dat het dit jaar ook voor de productiesector nog steeds moeilijk zal zijn. Aan de andere kant willen we samen met de overheid en de andere stakeholders verder nadenken en een bijdrage leveren. En dat hebben we ook aangehaald in ons commentaar, waar en op welke manier productie gestimuleerd moet worden. Want we gaan niet altijd op de bodem van de put blijven zitten. We gaan op een gegeven moment uit die crisis komen. En we moeten daarop ook gaan anticiperen. Aldus VSB-directeur Malti Dwarkasing, de VSB en de ASFA adviseren de regering om duidelijk aan te geven welke offers de samenleving zal moeten aanbrengen en wat er voor de burger zal verbeteren bij de uitvoering van het plan.